In verband met de Internationale Dag van de Vrouw vandaag 8 maart... brengt ATV u een serie over bijzondere vrouwen in de Surinaamse maatschappij. In deze derde en laatste aflevering brengt advocaat Mauri Nipte onder onze aandacht... dat de onwetendheid over vrouwenrechten die kan leiden tot slachtoffers zijn van huiselijk geweld zorgen baart. Er zijn volgens de advocaat een structurele oplossing... Zou er volgens de advocaat een structurele oplossing moeten worden gezocht om dit probleem te voorkomen en waar nodig op te lossen. Het is belangrijk dat vrouwen de verschillende justitiële instanties kennen die belast zijn met het beschermen van deze rechten. Je hebt natuurlijk ook bepaalde vrouwenbewegingen waar de vrouwen kunnen gaan en van daaruit worden begeleid. Je hebt natuurlijk ook de wet bescherming huiselijk geweld, dat die wet waar je bestemmingsbevel kan aanvragen, die wet werkt ook uitstekend hoor. Dat je een bestemmingsbevel kan aanvragen tegen de man wanneer hij dan de vrouw stolkt en belaagt enzovoort. Maar ik denk meer awareness met betrekking tot het voortraject voordat het zo ver komt. En daarom vind ik het bestemmingsbevel heel erg. Ik heb ook nu een man als cliënt die ook een bestemmingsbevel tegen zich heeft gehad. Hoor. En ik zeg het is goed, ga uit de buurt van die vrouw. Van die vrouw blijft uit de buurt. Als die vrouw niet meer wil, nog een fitty blijft uit de buurt. Maar nou, kijk je vannacht opgesloten toch? Het is toch niet goed? Ja. Dus ik denk dat die awareness voor de vrouw welke rechten ze hebben, vooral nogmaals, beschermingsbevel, vraag het aan als je wordt aangevallen. Ga bij kanton beneden, vraag een formulier aan, dien het in en het wordt heel erg serieus behandeld. Er is een rechter die speciaal beschermingsbevelen doet, je krijgt snelle datum en er wordt serieus naar de zaak gekeken. De meneer wordt gehoord. En de rechter geeft een beschermingsbevel. De politie wordt op de hoogte gesteld. Als er zo'n beschikking komt en die meneer houdt zich niet daaraan, wordt hij terstond opgesloten. Nipte geeft daarom aan de vrouwen die in zo'n situatie zitten mee dat het belangrijk is aangifte te doen. En die vervolgens zwart op wit vast te leggen. Dit is belangrijk voor het opbouwen van een strafzaak indien nodig.